Een opstootje, pistool uit je broek, schieten en wegrennen. Bezoekers van de Shisha Lounge aan de Laan van Meerdervoort moeten zich in een film gewaand hebben. Het gebeurt in een flits, maar de gevolgen zijn fataal. De 17-jarige Asad Sahin wordt zwaargewond afgevoerd en overlijdt later aan zijn verwondingen. Het ging om een jonge man van 17 jaar. En door een einde aan dat jonge leven te maken, heeft de verdachte de nabestaande onherstelbaar leed aangedaan. De verdachte heeft op de zitting van 2 weken geleden erkend dat hij in die nacht in de Shisha Lounge met een pistool 2 maal heeft geschoten op Asad Sahin. Er is ruzie ontstaan om niets, om een ballonnetje. Met een doorgeladen wapen een horecazaak bezoeken, dat alleen al is schokkend, vindt zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank. Maar datzelfde wapen met zo'n gemak gebruiken, dat raakt de hele samenleving en voedt de angst. En daar past volgens de rechtbank alleen een lange celstraf bij. Als mensen horen van een dodelijke schietpartij om niets, gaan zij zich onveilig voelen. De rechtbank komt uit op een gevangenisstraf van 12 jaar. Dat is dus de straf die de officier van justitie ook had gevorderd.